De minister-president verlaat de politiek. En ik zou een paar woorden tot hem willen richten, als u dat goed vindt. We kennen elkaar al ontzettend lang. Ooit bij de VVD waren we collega's en ik was zelfs zijn mentor. En we hebben... Hij wordt er niet altijd graag aan herinnerd, maar oké. En wij hebben, meneer de minister-president, wij hebben ook politiek in de eerste 2 jaar van het kabinet Rutte 1, vind ik althans, uitstekend met elkaar samengewerkt. Daarna hebben we, dat is ook de waarheid, continu elkaar het vuur aan de schenen gelegd met veel moties van wantrouwen aan mijn kant, uitsluiting aan uw kant. Maar ik zou de minister-president, de heer Rutte, Mark, vanaf deze kant ook willen bedanken voor zijn tomeloze inzet voor Nederland. Uw keuzes waren niet de onze, maar u bracht ze met overtuiging en dat verdient ontzettend veel respect. Net als uw keuze om te stoppen respect verdient. En ik wens u dan ook oprecht het allerbeste toe voor de toekomst. Goed, voorzitter, nu wat minder vriendelijker worden. En die gaan over de andere werkelijkheid. En dat is de werkelijkheid van de val van dit kabinet. Na 543 rampzalige dagen vertrekken ze. Het kabinet dat er nooit had mogen komen. En ik heb het vaker gezegd, het vonden dan niet deugen dat diezelfde partijen die in 2021 aftraden naar aanleiding van het toeslagenschandaal in 2022 gewoon terugkwamen alsof er niets gebeurd was. Maar nu gaan ze weg. En miljoenen Nederlanders, eerlijk is eerlijk, zijn er toch ongelooflijk blij mee. Dat er een einde komt aan wat zij en ik het links-liberale wanbeleid noemen. Een kabinet wat bijvoorbeeld miljarden uitgaf aan klimaat en stikstof in Afrika, maar toch vaak de andere kant op keek als het ging om onze eigen mensen. De prijs van hun boodschappen. Die wel miljarden per jaar aan asielmigratie uitgaven, maar schaamteloos bezuinigden op het leven van hulpbehoevende ouderen, thuis en in verpleeghuizen. We nemen afscheid van een kabinet dat toch ook de geschiedenis zal ingaan als de club die onze nationale trots van boeren en vissers kapot wilde maken. Maar ook het kabinet van de gender- en woke-gekkigheid, van het inleveren van nog meer nationale soevereiniteit aan de Europese Unie. En hoe cynisch is het, voorzitter, dat de VVD verantwoordelijk voor de grootste instroom van asielzoekers, ooit 400.000 asielzoekers zijn er sinds 10, 12 jaar Nederland binnengekomen, dat die het kabinet hebben laten vallen omdat de instroom te hoog was. Ze waren zelf verantwoordelijk voor die grote instroom. En ineens zetten ze de ChristenUnie het mes op de keel. En we weten allemaal dat als je maar een beetje verstand hebt van politiek, dat je niet bij de ChristenUnie en D66 moet zijn voor een streng asielbeleid. Dat zit niet in hun genen, dat is niet wat ze willen. Hun vragen te tekenen voor een streng asielbeleid is alsof je aan de Partij voor de Dieren vraagt slachthuizen op te richten. Van de PVV eist een moskee te bouwen. Voorzitter, dat gaat allemaal niet gebeuren. Een stevig asielbeleid, daar heb je de Partij voor de Vrijheid, daar heb je de PVV voor nodig. En als je het uitsluiten van onze partij niet stopt snel, dan zullen er nog volksstammen van gelukszoekers Nederland blijven overspoelen. En mijn partij, voorzitter, de PVV, wil graag samenwerken. We willen samenwerken met andere partijen. Wij willen verantwoordelijkheid nemen. Wij willen dit onder andere stoppen. En wij sluiten daarbij zelf bij voorbaat geen enkele partij uit. Maar niet wij, politici, maar de kiezer is nu aan zet. Nederlanders krijgen nu met hun stem de nieuwe kans om orde op zaken te stellen in Nederland. Om het gezonde verstand weer te laten winnen. Om Nederlanders weer op één te zetten. Om die onbetaalbare asieltsunami te stoppen. Om de boodschappen weer betaalbaar te maken. Om, kortom, de zon weer te laten schijnen in Nederland. Nog nooit was de stem van Nederland zo belangrijk. Zorg er dus voor, zeg ik tegen de Nederlandse kiezers, dat de PVV zo groot wordt dat niemand nog om ons heen kan. Voorzitter, het zal u duidelijk zijn, mijn partij is klaar voor de verkiezingen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Wilders. En dan geef ik het woord aan de heer Klaver, GroenLinks.